Dit is deel 5 van brief 116 en hier staat Seneca stil bij een uitspraak van een andere filosoof, Panaitius. Dat heeft Seneca wel vaker in de brieven gericht op Lucidius. Dan bereikt hij zijn redenering met een citaat van iemand die hij kent. Hier van Panaitius. Wie was Panaitius? Panaitius was in het tweede eeuw van Christus de leider van de Stoa in Athene. Hij heeft ook enkele jaren in Rome doorgebracht, heeft er gewoond en heeft zo de Stoa in Rome eigenlijk geïntroduceerd. Daardoor hier Panaitius. Elegant mihi videtur Panaitius respondisse ad unescentu loquidam quaerenti an sapiens amaturus esset. Panaitius videtur mihi, Panaitius lijkt mij respondisse geantwoord te hebben. Hoe eleganter, bij wordt verfijnd, dus genuanceerd. Geantwoord hebben aan wie adolescentulo quidam. Quidam bij adolescentulo datief, meewerkend voor het bij respondisse. Een bepaalde jonge man. Adolescentulus, verdwijnt wordt van adolescentes. Dus letterlijk, Panaitius schijnt mij verfijnd geantwoord te hebben aan een bepaald jongetje. Klopt, ik vind dat Panaitius verfijnd geantwoord heeft aan een bepaalde jongeman. Bij adolescentulo krijgen we dan quaerenti. Quaerenti, een actief participium in praesens, komt overeen met adolescentulo, dus datief mannelijk enkelvoud. Vertaald als een bijzin bij adolescentulo. Toen die vroeg met de vraag. En dan krijgen we bij quaerenti een vragende voorwerpszin ingeleid door het vragende woord an. En die loopt tot en met amaturus esset, een omschreven conjunctief futurum. De conjunctief futurum bestaat eigenlijk niet, maar soms wordt die omschreven door gebruik te maken van een participe in futurum met dan conjunctief van esse, hier conjunctief imperfectum. Dus die vroeg met de vraag of een wijze verliefd zou kunnen zijn. Dus dat omschreven conjunctief futurum wordt hier gebruikt. Conjunctief sowieso, want we zitten in de vraag een voorwerpzin. En futurum wordt hier dan omschreven, want dat gaat over iets in de toekomst. Hè. Zou kunnen zijn. Dus een jongetje komt naar Panaitius en stelt hem de vraag, een wijze, hè, is die in staat om te gaan met zo'n sterke emotie als verliefdheid. Hè. Verliefdheid misschien een van de affectus, de emoties die ons het sterkst treffen, of waarvan we het minste indruk hebben dat we die kunnen domineren, controleren. Dat is iets wat we meestal ondergaan en geen controle over hebben. Dat maakt verliefdheid juist elkaar. Dus dat stekende vraag van dat jongetje aan Panaitius, een van de heftigste emoties, is een wijze in staat daarmee om te gaan? Kan een wijze verliefd zijn? Wat zegt Panaitius in quid? Hij zei, de sapiente videbimus, letterlijk met betrekking tot de wijze, zullen we nog zien. In Nederland zeggen we dat ook, dat valt nog te bekijken wat de wijze betreft. Dus in tegenstelling tot Seneca, want Seneca had in het voorgaande gezegd, de wijze kan zijn tranen en zijn genietingen stoppen, doen stoppen waar hij wil, wanneer hij wil, en wij niet. Dus Seneca zou hierop geantwoord hebben, zeker en vast kan een wijze dat. Maar Panaitius, en dat is het verschil met Seneca, zegt niet nee, zegt niet ja, hij laat het antwoord in het midden. Dat valt te bekijken, daar ben ik nog niet zo zeker van, zelfs niet bij een wijze. De sapiente videbimus, wat de wijze betreft, dat valt nog te bekijken. Maar, mihi et tibi. Die maar wordt vaak door Seneca niet uitgedrukt, maar moet er wel bij denken. Mihi et tibi non est comitendum.
We zien hier essay met een verbaal adjectief en de handelende persoon uitgedrukt in het datief. Een beetje een bijzondere constructie in het Latijn. Het mag niet toevertrouwd worden aan mij en aan jou. Letterlijk. Dat staat hier letterlijk. Hè. Aan mij en aan jou mag het niet toevertrouwd worden. Dus die mientibi is trouwens geen andere persoon, maar hè, daar was ik al snel. We hebben gewoon een onpersoonlijke constructie. Nog steeds verbaal adjectief met esse. Er mag niet toevertrouwd worden. En dan heb je gewoon datief, meewerkend voorwerp bij komen. Niet andere persoon. Dus niet door mij, maar aan mij en aan jou. Mag het niet toevertrouwd worden. En bij mihietibi krijg je een betrekkelijke wijzing. Qui ad hoc a sapiente longe absumus. Die vooralsnog ver weg zijn van een wijze, letterlijk. Seneca stelt hier zich weer bescheiden op, plaatst zich bijna dezelfde hoogte als Lucilius, en hooguit iemand dat wat verder is, maar ook nog steeds onderweg is om een wijze te worden, maar zichzelf nog niet als een wijze beschouwt. Sommigen zeggen dat is valse bescheidenheid van Seneca, alleszins. Zo drukt hij het hier uit. Hè? Aan mij en aan jou, die vooralsnog ver verwijderd zijn van een wijze, mag het niet toevertrouwd worden dat we belanden in puntje, puntje, puntje. Dus ut inquidamus in rem commotam tot en met vilem sibi is een voorwerpzin, een volatieve voorwerpzin. Bij non est committendo. Toevertrouwen ervoor zorgen. Hè? Vlot, wij kunnen het ons niet permitteren. Niet permitteren, hè, toevertrouwen. Ut inquidamus, dat wij belanden in, dat wij terechtkomen in. Zo kunnen we misschien best nog vlot vertalen. Mihi et tibi non est committendo. In plaats van letterlijk aan mij en aan jou mag het niet toevertrouwd worden. Dat wij kunnen het ons niet permitteren dat we belanden terechtkomen in. Dus wij mogen niet terechtkomen in. Vandaar volatieve voorwerpzin bij non est committendo. Inquidere in met de accusatief letterlijk richtingen. Dat wij belanden in, dat wij terechtkomen in wat? Rem commotam impotentem altri emancipatem vilem sibi. Vier woorden die overeenkomen met rem, dus accusatief welk enkelvoud. De woorden worden niet verbonden door een voegwoord, dus asyndeton. Rem commotam, letterlijk een situatie, een zaak en situatie vol emoties, emotierijk. Denk aan commotion in het Engels. Commodo zou een bewogen zaak, een zaak, een situatie vol emoties. En verliefdheid, dat is een situatie vol emoties. Verliefdheid is ook een rem impotentem. Letterlijk onbeheersbaar, machteloos. Wij kunnen niet beslissen op wie wij verliefd worden. Nog of die andere persoon ook verliefd is op ons. Dus wij staan erin machteloos, we hebben daar geen controle over. En dat is nu net wat een stoïcijnse wijze wil vermijden. Dus we hebben al rem commotam, een situatie vol emoties, een onbeheersbare situatie waarin we ons machteloos voelen, impotent zijn. Wat nog alteri emancupatam, ook zeer typisch aan een situatie van verliefdheid. Emancupatam, letterlijk overgeleverd in de handen, letterlijk, hè. Van iemand anders, overgeleverd, alteri datief, aan een ander. Dus wij stellen ons in de verliefdheid zeer kwetsbaar op, wij geven ons over aan iemand anders. Dat kan vanuit romantische zaak heel mooi zijn allemaal,
dat je volledig overgeeft aan iemand anders, dat je lot in andermans handen legt. Maar voor kwakkelmoedsrust is de natuurlijk een geweldige bedreiging, is de stoïcijnen. Altri emancipata. Vilem sibi, letterlijk onbeduidend. En vilis is hij onbeduidend, nietig. Sibi op zichzelf. Daarmee bedoelt Seneca. Verliefdheid is een situatie waarin wij vaak denken dat we niets voorstellen, dat we onbeduidend zijn, waarin we onzeker zijn, een laag zelfbeeld, waarin we niet te lijken in onze eigen ogen. En willen zien. Dus Panaitje zegt, verliefdheid, gaan we wijzen dat kunnen verliefd zijn, dat valt te bekijken. Panaitje zegt, maar ik en jij, wij kunnen het ons niet permitteren. Wij die vooralsnog ver weg zijn van wijze, dus die spanaatjes dat het hier zegt tegen die adolescentules, daarnet had ik dat gezegd, ik denk dat Seneca was tegen de kinders, maar die spanaatjes die het zegt tegen adolescentules, dus ik en jij, wij kunnen het ons niet permitteren, wij die vooralsnog ver verwijderd zijn van een wijze, dat wij belanden in een situatie vol emoties, machteloos staan, overgeleverd aan een ander en nietig lijken in ons eigen ogen. Het zijn allemaal adjectieven, het zijn woorden die beschrijven hoe gevaarlijk verliefdheid is voor de doorsnee mens. Hoe dat een serieuze bedreiging vormt voor onze gemoedsrust. Panaitius gaat verder. Si, want wat kan er bij verliefdheid gebeuren? Je hebt twee opties. Siwe, siwe. Siwe enim nos respicit. Humanitati eius irritabo. Siwe contemptit. En dan superbia accendibi. Respicere, want ofwel kijkt hij of zij naar ons om, houdt hij rekening met ons en zien ze ons staan. Dat is een positief antwoord. Dan wordt de verliefdheid beantwoord. Wat dan het geval? Humanitate eius irritabo. Dan worden we geprikkeld door zijn of haar humanitas, vriendelijkheid, menslievendheid. Want dan krijgen we een positief antwoord, hè? Dan worden we extra geprikkeld door de vriendelijkheid en liefheid van die andere persoon. Die de verliefdheid beantwoordt. Si we contemptit, onderuit van respicit en onderuit van contemptit, is de persoon op wie wij verliefd zijn. Ofwel, en dat is dan de tweede optie, als de verliefdheid niet beantwoord wordt, contemptit, ofwel wijst hij ons af. Contemptit perfectum van contemnere. Letterlijk heeft hij ons afgewezen of heeft zij ons afgewezen. En wat gebeurt er dan? Superbia accendimus. Dan worden wij aangevuurd door arrogantie. Superbia. Dan worden we kwaad, hooghartigheid. Dan worden we razend. Dan zijn we teleurgesteld omdat iemand ons heeft afgewezen. En dan hebben we een tegengestelde reactie. Dan worden wij door de liefheid van die andere niet geprikkeld, maar tegenovergesteld, dan worden wij vurig kwaad van de hooghartigheid en arrogantie van iemand die ons net heeft afgewezen. Dus dat maakt niet uit bij verliefdheid of die beantwoord wordt of niet. In beide gevallen is dat een gevaarlijke situatie. Verliezen we de controle over onszelf. Want wat gebeurt er als we de redenering hernemen? Si we enim nos respicit, ofwel bekommert hij of zij zich om ons. En dan worden we geprikkeld door zijn of haar vriendelijkheid. Wauw, die ander is ook verliefd op mij. Nu ga ik extra mijn best doen om dit te doen lukken. En dan verliezen we ons in overdreven positieve gevoelens. Verliezen we de controle, worden we ook onrustig.
sine contemptit, ofwel heeft hij of zij ons afgewezen en worden we aangewakkerd, aangevuurd door zijn of haar hooghartigheid, arrogantie, brutaliteit, onbeschoftheid, ablatief BB, oorzaak bij erkenning. En worden we kwaad op die persoon van, waarom zeg je niet tegen mij, alleen wat van een boer? En dan worden we kwaad. En dat zorgt ook voor onrust. Dus maakt niet uit wat de reactie is, of ze nu positief is of negatief. We zijn sowieso onrustig. Herneemt die redenering in de volgende zin. Aeque facilitas amoris quam dificultas nocet. Facilitas amoris, dat verwijst naar nos respicit. Letterlijk, de makkelijkheid van de liefde. Dus de beantwoorde liefde. Een liefde die beantwoord is. Nocere, schade toebrengen, brengt op evenwaardige manier, dus evenveel schade toe, kwam dificultas, letterlijk dan de moeilijkheid van de liefde, dan wanneer die liefde niet wordt beantwoord. Dus een liefde die beantwoord wordt, is even gevaarlijk, zegt Van Aertjes, als een die niet beantwoord wordt. Letterlijk de gemakkelijkheid in de liefde, dus wanneer het vlot gaat en de liefde beantwoord is. Als de moeite, wanneer je hem meekrijgt, beide zijn even schadelijk. Dus misschien niet meteen een antwoord dat er meer te verwachten. Je zou denken, het is alleen slecht wanneer iemand ons afwijst, ons niet ziet zitten. Dan kunnen die negatieve gevoelens zorgen voor een depressie of een diepje mentaal. Wat vanuit je zegt, zowel een beantwoorde liefde als een onbeantwoorde liefde zorgen ervoor dat we de controle over onszelf kwijt zijn. Ze zijn even schadelijk. Hij verklaart zich nader: facilitate capimur, cum dificultate certamus. Asyneton, sterke tegenstelling. Facilitas wordt hernomen en dificultas ook. Capimur, we worden gegrepen, facilitate. Letterlijk door gemakkelijkheid. Dus als de liefde beantwoord wordt, dan laten wij ons verleiden. Cum dificultate certamus. Met moeilijkheid vechten we. Dus wanneer de liefde niet beantwoord wordt, dan gaan we de strijd aan. Dus hiermee geeft hij uitleg op de stelling waarvan hij misschien vond, dit is misschien niet voor iedereen duidelijk. Hij verklaart zich namelijk. Dus verliefdheid is sowieso schadelijk. Beantwoord of niet beantwoord, aeque nocet. Want als het te gemakkelijk gaat en ze heeft beantwoord, dan raken wij in de ban van die andere persoon. Dan worden wij daardoor gegrepen en verleid en verliezen wij ook onszelf. Cum dificultate certamus, maar wanneer ze niet wordt beantwoord, dan worden wij kwaad, dan gaan we de strijd aan en verliezen wij ook onze rust en controle. Dus in beide gevallen even schade. Dus, conclusie, itaque, consti in nobis in dictatis nostrae quiescamus. Quiescere betekent tot rust komen. Cognitivis is een meervoud onafhankelijke zin, aansporing. Laten we rusten, laten we tot rust komen. Laten we rust nemen. Voor wie nobis? Voor onszelf. Datief BB voordeel. En waarom? Conscii in bequilitatis nostrae. Omdat we bewust zijn van onze zwakheid.
Konski's oude met de genitief, dus in de kandidatis nostra moet gebeuren. Konski is het voorwerp. En Konski is nominatief mannelijk meervoud, bepaling van gesteldheid bij onderwerp van quiescamus. En dus laten we ons bewust van onze eigen zwakheid tot rust komen voor onszelf. En daarom moeten wij ons bewust van onze zwakheid ons rustig houden. Want in beide gevallen zijn we zwak. Beantwoorde liefde, in beide gevallen zijn we zwak. En als we dat beseffen, dan komen we tot rust. Dus laten we ons niet overgeven aan zo'n situatie waarin we de controle kwijtraken over onszelf. Als we dat vooraf beseffen, dat we zwak zijn, dan ons zwak opstellen, hè, ons bewust en van onze zwakheid, en laten we dan tot rust komen, en dat is ons voor nobis. Nec vino infirmum animum cogitamus, nec formae, nec adorationi, nec ullis redus blande traentibus. Cogitamus, net als quiescamus, quantifies in zijn meervoud aansporing. Lijnend voorwerp is infirmum animum. Infirmum animum herneemt in de Civitatis Nostrae. Laten we onze zwakke geest toevertrouwen, en dan krijgen we een opsomming, verbonden door polysynton, nec vino, nec formae, nec adulationi, nec ullis rebus blande traentibus. Nog aan de wijn, nec formae, nog letterlijk aan het uiterlijk, aan de schoonheid. Vaak worden wij verliefd op schone mensen. Hè? Nec adulationi, nog aan vleierij. Niet alleen fysieke schoonheid kan ons verliefd worden op sommige mensen, maar ook lieve woorden en vleierij. Nec ullis rebus blande traentibus. Nog letterlijk, ullis rebus, enige zaken, letterlijk, traentibus, is er een paar typen present bij, die ons slepen, trekken, meeslepen en vlot op welke manier bijwoord blande verleidelijk. Dus letterlijk nog aan enige zaken die ons verleidelijk meeslepen. Dus als we dit hernemen, laten we onze zwakke geest niet toevertrouwen aan wijn, nog aan schoonheid, nog aan vleierij, nog aan enige zaken die ons meeslepen, blande op een vleiende manier. Dus je hebt hier eigenlijk een analogieredenering. Hè? Zoals we onze zwakke geest niet aan de wijn of aan iets moois, of vleierij of andere aantrekkelijke dingen moeten overleveren, omdat we het risico lopen daar beschadigd uit te komen, zo ook moeten we onze zwakke geest niet storten in de emotie van verliefdheid, of die nu beantwoord wordt of niet. En, want dat leidt tot onrust en wij streven als mens gemoedsrust naar, hè, zeker de Stoïcijnen. Seneca heeft ook een werkje geschreven over de gemoedsrust, hè, de tranquillitate animi. En een van de zaken die ons het meest uit ons lood kunnen slaan, is het gevoel van verliefdheid. Hè. Misschien een van de krachtigste emoties. Daarom dat Panaitius deze richtlijn geeft. Die emotie is zo sterk en zo krachtig. Daarin staan we zo machteloos. Leggen wij ons lot volledig in de handen van die ander. Voelen wij ons soms heel nietig. Dat kan niet goed aflopen. Hè. Wij moeten ten alle tijden vermijden dat we in zo'n situatie belanden. Sowieso ik en jij, misschien de wijze ook zelfs, dat weet ik niet. Dus vanuit het is nog niet zo zeker dat zelfs een wijze
in staat zou kunnen zijn zo'n krachtige emotie als verliefdheid de baas te kunnen zijn. En niet zoals de meeste mensen misschien zouden denken, als het goed gaat, oké, dan kan dat mooi zijn, verliefdheid, liefde wordt beantwoord, samen gelukkig. Nee, vanuit je zegt, of de liefde nu beantwoord of niet, dat gevoel van verliefdheid, in beide gevallen verliezen wij controle over onszelf. Die zijn even schadelijk, of ze nu beantwoord wordt of niet. En dan moeten wij goed beseffen dat wij daarin zwak staan. En als we dat beseffen, laten we dan rust nemen voor onszelf. En onze zwakke geest niet toevertrouwen aan wijn, uiterlijk, vleierij en andere dingen die ons op verleidelijke manier kunnen misleiden. Want dan verliezen we onszelf, hè? En dat leidt tot onrust. Dat voor deel 5 van deze brief. En ook hier ziet je de vertaling die ook in jullie cursus staat.